Fijk. Goeie bal zeg van Fijk. En de lat geraakt door Inchiman. En dan stonden er toch een stuk of 3-4. Helemaal vrij. Ach, de Broncos tegen de Panthers. Super Bowl, de 50ste editie. Fijk, 88ste minuut. Vrije trap Roda. En de kans. Een geweldige kans. Redding Hansen. Gespeeld. Daar is Coupon en hier bijna Rutjes. Die had daar. Fijk. Zo, knap actie. Ontdoet zich met een paar mooie voetbewegingen van zowel Van Wiegem als Bruins. Van Peppen. Fijk. En een prima redding van Pat. De tweede in deze wedstrijd. Eentje voor de rust. Paulussen raakt Rijnen. Swinkels deelt een beuk uit. Fijk, aardig. Fijk, prima. En goed, gekiept ook. Twee sterke momenten van Fijk. Die jongen verdedigen hem. Ballon. Zelfde maar langs bij Jesse. Naar blok gezet, prima. Dan is de rechtsback dus weg. Juric. Bakker niet. En dan is Boazzi hier weg. Boazzi schiet hem heel slecht in. Schiet hem echt heel slecht in. Nou, nu met aardig wat mensen daarvoor in. En de vlag blijft omlaag. Al dan niet terecht, maar Van der Maan al ruimt op. Op aangeven van Jans. Olaatje geeft niet op. En dit is de kans voor Fight die de paal raakt. Sakko en Uvini. Ja, die bal komt daar inderdaad gevaarlijk en is binnen. 2-1. En dan is het nog... De Soer is eigenlijk helemaal niet, dat is waar. En heeft Roda één keer gewisseld. Dat is een kwekel geworden. De vrije trap is bovenop de lat. Nou, die heeft een fantastische trap in zijn linker. Dat hebben er trouwens meer hoor bij en Kerkrade is de stemming op het best. En is hier het schot en de beslissing van deze wedstrijd. Een prachtige treffer van Fijk. Die heeft het veld inmiddels verlaten, is de kleedkamer ingegaan. Hier is Paulussen, hier is Paulussen. En daar is de goal voor Roda. Er is dubbele dekking. Toch wil hij er langs bij Owusu. De weg teruggekozen naar Montaigne. Fijk komt in de bal. En Ajax zeer gegroepeerd. Vlak voor het eigen 16 meter gebied. Toch de kans gecreëerd en de goal. De 3-1 van Fijk. En wat een schitterende paas ging daaraan vooraf. Het is wel prettiger voor een linkspoot natuurlijk deze positie. Pluim heeft zich ook gemeld. Het wordt Fijk over de weer. Schitterende goal. Weer staat Roda op voorsprong. Prachtige vrije trap, een bekroning ook voor deze jonge middenvelder die een puikenpartij speelt.
nog met de Poupon. Fijk heeft hem voor zijn linker. Fijk, steekballetje. Milic. Daar staat Fijk weer. Nu weer voor links. Maar een ongevaarlijke pom. Fijk. Het balletje. Peterson. Nu is hij er langs. Van der Marel durft geen overtreding te maken. Peterson. Had zijn oude... Moment van uithalen. Fijk. Nogmaals Fijk. Ja, geen buitenspel. Jesse mag door. Kapt daar Bruma uit. En wat wordt dit? Dit wordt 1-0. Ja! Fijk. Buitenspel, maar niet voor Jesse. Dus slim dat Jansen die bal liet gaan. En daar is de redding. Uitstekend van Jurjes. Zit er niks anders op. Terug met 9 man. Alleen Fernandes blijft voorin. En tegenhouden van Hiefte. Van Hiefte raakt die bal niet. En de al liggende ten Rauw.